Leeflu, we zijn in het Westhuis. En daar ziet Hinger mij de kerstboom staan. Het kunnen we wel zeggen, een kerstuitzending. Met veel aandacht voor wat we met deze dag kunnen doen. In deze adventsiet kijkt Hinger mij op het Westpark. Een schitterende locatie, darf ik wel zeggen. En we hebben geweldige gasten in deze 17e aflevering van Beleef Kerkrade TV. Ik pak even het liedje, want dat wil je zo kennen. Langskomen Jean Frier en Jenny Rekers over Haven, Just Be Homes. Verkinder Paul Werle, die ook sterk ook muzikalisch zal zien, maar die mij ook zal interviewen over onder andere zijn nieuwe boek. Voorhand het vast V-item en schuift aan dus Ilse Verburg van de bibliotheek Kerkhoor. En daarna maken we nog een kleine rondleiding door het Westhuis, maar schön voor de lui die nog niet zijn. Heiwe. En we beginnen met de Huub Vuls. De Huub Vuls is voorzitter van de Dialectverein. En ik kan dus vertellen over een paar geweldig leuke decemberproducten, om het zo maar te zeggen, de kalender en de nieuwe dictionair. Dat werd de 17e, de 17e uitzending van Beleef Kerkrade TV. En veel spas ermee. Onze eerste gast van deze middag in het Westhuis is Huub Vuls. En de Huub Vuls is voorzitter van de Dialectverein. En dat is al 25 jaar. En is volgens mij al 40 jaar met je lied. Stemt wel, Huub? Ja, ja. 40 jaar. Nog heel langer. Dus ben Enne je het kan vertellen over de Dialectverein. En natuurlijk ook ons Kerkers plat, ons Mollerspoor. Dan is het de Huub. Huub. Waar zullen we ons mee aanvangen? Want daar hadden ze een hele dus voor met materiaal gelaten. Wat... Ja, natuurlijk. Je runt in 1974. De drie gründer waren Hans Stelsman, de Joop Parve en de Frits Bloem. Ja. Ja. En die hadden ook een oproep gedaan om het kerkje ter plaats te promoten. En er is in 1974 de verein in Stange. En er was toen de Rutsingman die vanaf de aanvang erbij zijn geweest. En toevallig is dan het eerste boek uitgekomen in 1977 al. En dat had ze voor te krijgen. Hey. En dat heet dus Gedichten en Geschichten in ons Modderspoor. Ja. Is alleen maar nog tweede hang te krijgen bij de Joep op de Maat. Ja. Ah ja, nou ja, dat is toch wichtig. Ja, ja. Goed, verzond op een gegeven moment je ruikt naar door een verein van 35 maanden. Maar door natuurlijke omstandigheden, hetzelfde nu, zijn we nu maar nog met 15 maanden in de verein. En soevereinsjaar, dat speelt zich af vanaf januari tot en met december. En wat doen we dan al in zo'n jaar? We brengen jedes jaar een kalender uit. Dat is dan... Nun Orwarm. Nun Orwarm. De wievuilste. Dat is de 42e. Dat is de 42e kalender. En dat had jedes jaar een ander thema. Ja. En dat thema is dit jaar Rongserum. Ja. Of de Rongserum. En Rongserum, dat is een ander woord voor een rotonde. Want wanneer ze met de auto viert en de tomtom zegt, ik ga allemaal, je moet recht terugvaren op een rotonde, zegt allemaal, tweede afslag rechts. Ja. Dat is een snaggoes natuurlijk. Ja. Of derde afslag links. Dat is en hoe hangt er dan een nieuwe stem in het plat? Dan in de... Een nieuw woord, wat leider nog niet in de nieuwe dictionair steekt, wat de hoort zijn spier met. En die is ook vorige week uitgekomen. Ja, natuurlijk. En dat hebben we gezien natuurlijk in de kranten, in het ziedonken. Moet ik zeggen, ik moet nu al een beetje op mijn woord letten in het ziedonken. Dat nieuwe dictionair met... Er zijn nu zo'n 500 nieuwe woorden bijgekomen die in de loop der jaren verzameld worden door geluid. Die zeggen, dat steekt niet terug, ik mis dat. Vooral en zelfs en erbij, die woont in Andorra en is zeker heel sterk. En daar hadden ze een paar duizend woordjes gekregen, maar daar bleek er ook veel Duitse woord bij te zien. Dus die hadden we dan wat roeselijk. Maar dan hadden we dus een oesaloes gemaakt en dat is eigenlijk woorden in de dictionair. Ik weet niet, is misschien ook lastig, maar wat is nu het schönste woord wat erbij is gekomen? Het schönste woord dat erbij is gekomen? Ja. Oh jee. Apart woord. Stimmung, dat stond nog niet erin. Stimmung? Dat stond niet erin, dat had Frans wel veel dictionair gehad, maar het woord stimmung stond nog niet erin. Ja. Dat is er komisch daar. Ja. Ja, ja. En
Waar selecteert me op wat in de dictionair kunt? Wat nog een schoon woord is. Een mezunzer. Ja, een mezunzer is een vrijwilliger. Een vrijwilliger, ja. Joods, ja, 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 ja. Daar worden hoofden en niet trainers, ja. Dat zien oogtrainers. En waar selecteert ze dan op wat in de dictionair kunt? Want er zijn natuurlijk echte kerkers van woordtrainers. Er zijn nog woord die in andere taal stammen natuurlijk ook. Waar selecteert ze dan op? Ja, we selecteren voorop om natuurlijk wat verhouden aan het dictionair. Wat is je met al verder dan? De hebben we ook al letsen naar je dictionair daar. Hè? En daar hebben we natuurlijk je boek van je maat. De eerste druk stond ook veel meer woorden als weer de tweede druk. En dan hebben we die wat bij je vult in een nieuwe dictionair. Ja. En dus wat erbij is komen, dus zit nu in de laatste nieuwe dictionair aan. Ja. Qua bladzijden even voorbleven, 670 bladzijden toch, folie druk. En wat ook erbij is komen, zijn kinderrijmpjes, een kinderdichter, die voor lang geleden helemaal zongen met de kinderen, wie ringelen, ringelen, roze. Ja, zo'n ding. Dat stond aan in de trein, gaan voor bier verzamelen en dat zit ook nog een zingen erin dan. Dus, ja, want het is enige wat ze... door de dag kennisbroegen, de spoor van door de dag, maar er staat ook wat ze behouden wel, of wel ze behouden vuur de toekomst of niet. Ja, zeker, dat zijn die woord sowieso. Ja, ja, die vereniging ook niet meer broegen. Nee, dat zijn nog woord bij die werd ja niet meer broegen, dat stemt natuurlijk. En voor cool woord ook? Cool woord, ze nog trainen, ja, die aan vrouw toe over je normale dingen. Ja. Ja. Dat, de, is dat die lijkt voor een, de kalender, de dictionair, beugsje? Ja. Dus, behouden van de spoor. Behouden van de molenspoor. En dat doen we dan door het uitbrengen van Beuker en de kalender. Maar ook door dialect Meddige. Want vorige week op Chevimet had er Chevimet en Meddig. Ja. En waarom juist Chevimet? Het bleek namelijk dat voor de muziek die we houden, de oude Schotel, schreven die zich. Ja. Die jongen komen alle vier van Chevimet. Jan, zoveel is het op die vrouwen artiesten van Chevimet. Wie Jan Hazelier, de zoon van Frans. Ja. En Miep Muller. Ja, door Jo Jansen, die woont daar wel op Hardenberg, maar had dezelfde postcode. Had dezelfde postcode, maar woonde nu wel. Woonde nu wel op zijn vier, moet je zeggen. Ja, ja. Ja, en daar hoorden we ook, ja, dat is joh, een dialect ovend. En daar werd er allemaal door een nieuwe kalender gepresenteerd. Ja. Dat is en ook, wat het is, gaat van 50 met je lieder. Ja, ja. En het is natuurlijk ook iets wat vergriest, wat van natuurlijk kerkhof veel zien bij ook andere vereinen. Ja, ja. En wat je voor daar doet? Ja, dat nummer voor een plaat en meiding, om het te zeggen, dat laten we nu in om te komen van iets vertellen en je schicht in het plaat. Of je dichtste wat ze aan het handje hoort. Nou, kom eens dat vertellen, het hoort er van de vereinsverkade. Alleen, dat is nu even gesloten, dat is de wetenschap, maar wanneer je lichaam op je. Je hebt van die meiding gehoord van kom eens een vertellend in het plaat. Ja. En de hoffen natuurlijk ook dat nu die je ziet aan het vertaald ook met je lied met je willen weer doen voor en jij dan kan met je lied jij dan kan met je weer kan zich melden ja onder info@dialectvrijkerk.nl. Ja, dat kun je straks in beeld. Ja. En zum Schluss misschien, wenn ze nu nog hoe kan ze die kinderrijm schouwen? Kan ze even hier lezen of niet? Ja, dan moet je even pakken. Ja, voor Jan Floort zo zijn vaak toch nog veel van de vrede die dingen. Ter Nikola moet een spisse aan een deuren hek. Toen komen twee politie, die noemen Ter Nikola met. Nikola hei, Nikola door, Nikola in de boksenboom. Dat is hoe kinderrijmpje van vroeger om de kinderen leren te. En ik breng het door allemaal over aan mijn klengzoon. Ja, zeker. Van een jaar. En dat vind ik dat door allemaal interessant. En zo je het dan van dingen klengzoon wel weer? Hoffen we dat het weer, dat de onderhoudskinger kiet. Die plaatmoeder. De plaatmoeder, ja. Huub, bedankt voor het komen, Jan. Ja, en voor alles wat ze bij zich houdt. En we hoffen dat de lui ook onder kerstboom en de hoofdhand van dat dialect verhaalt. Dank je. Bedankt. Dat willen we horen van je. Dank je.
Mijn naam is Danny Pauwels en ik ben een van de vrijwilligers van het Hoes van de Christmaan. Ja, als vrijwilliger vind ik het vooral chic om te zeggen dat ik onderdeel mag uitmaken van Christmas in Kerkgroe. En een hele mooie organisatie, achter John, welke taal ik nog het schoons over vertellen. Ik ben vroeger tot voor waarom dit jaar dit kan doen, samen met de gemeente en heel veel vrijwilligers. Kom vooral vanaf 10 december, 11 december, kom naar Kerkgroe en alle andere dagen. Dus van harte welkom, het werd geweldig van heel veel activiteiten. De Christman kunt, 10 december kunt er naar Kerkgroe met het zorg. Kom ook met ons metlopen en lopen van het station. Pers naar Kerkgroe met z'n allen, met alle kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's. En dan gaan we op de maat gaan voor leuke dingen doen. Een feestje bouwen, hè. Er komen artiesten. Ik ben ochtend, ik ga drieën zingen met u. En de kerstman had hele leuke dingen voor u. Er zijn nog leuke kleurplaten. Er is een hele mooie speurtocht in Kerkgroe door alle ondernemers. Die kan er dan zien. Dus 10 december. 11 december en elk weekend, woensdagmiddag, zou er ook van harte welkom. Want dan is het knutselen voor de kinger. En daar kan je ook aanmelden, dus via dit e-mailadres wat nu onder in beeld staat. En dan zou er ook van harte welkom. En dat is superleuk. En en Christmas in Kerkgroe is van 10 december bis 24 december. Dus zelfs op Christdag, Christavond, handvuur nog in Kerkgroe van alles te doen op de maat. En wat nog schöner is, we gaan ook de wijken in met heel Christmas en beleef Kerkgroe. Vergund op de vrijdagen, de twee vrijdagen voor de Christmas, zijn voor in de Heiles, Hingeros in de Schönwijk en in Spekkelsheide. En de weg voor Christmas, de vrijdag voor Christmas, zijn voor in Schöveme. Dus kom vooral en meld je ook warm aan via dit e-mailadres. En waar alles je nou wist, kijk dan sowieso op de nieuwe site van Beleef Kerkgroe. Daar staat alles erop en dat is nu online. En dan kan er door alle datums die de vinger, dus wie het 10 december, 11 december, 16, 17, 18 december. Ik weet niet wanneer, want het is zoveel. Kom naar Kerkgroe. Hallo, ik ben Jean Noël. Ik ben verbonden als vrijwilliger aan de Rotary Club in Kerkgroe. Christmas in Kerkgroe, zoals weer Danny Gader zat, we hebben een schön evenement dit jaar. Niet alleen in het centrum, maar in de Janse stad in Kerkgroe. Onder de noemer van Beleef Kerkrade. Een van de onderdelen van Christmas in Kerkgroe is verzoend de buurman van de Danny op de maat met Kerstwereld. In het centrum, mogelijk gemaakt, ook mede mogelijk gemaakt door het Beleef Kerkrade en de gemeente zelf. Uiteraard werd dat Janse feestje getrokken door de Rotary Club waar ik voor werk en ook door de leden van de Ronde Tafel in Kerkgroe en de Angere Service Club waarvoor de samenwerking in je gevonden hand om dit evenement voor Kerkgroe en voor alle bewoners van Kerkgroe gratis toegankelijk dit jaar op de maat mogelijk te gaan maken. Dat gratis toegankelijke is je het anders als wat er andere jaren van Kerstwereld je wendje weer zit. En is dit jaar expliciet zo in het leven geroffen. En wie je zat in samenwerking met de gemeente en Beleef Kerkrade mogelijk gemaakt. Omdat voor in je les hier te leven, zal ik maar zeggen. Entree moet net de belemmering zien voor jenne net om een stukje Christmas-sfeer te komen proeven op de maat. Of dat nu in het hoes van de Kerstman is of ook in Kerstwereld in het centrum wie je zat. Op de maat werd een Janse Goes een tentje gebouwd. Door werden op 10 en 11 december en op 17 en 18 december, wat Kerstwereld betreft, een 50-tal standhouders in je plaats. Door werd van alles en nog je aaien wonen. Plantjeren, je ze eten, je ze drinken, cadeautjeren. Kom kijken, voor jeder buurt is er wel je te krijgen. En dat passeert die dag vanaf 11 uur, het morgens. Door drumherum is een dorp ook nog van alles te doen. Ik zag nogmaals het huis van de Kerstman, hand voor al je had. Donever, hand voor ook nog activiteiten aan het spoor. De miljoenenlijn is present bij gelegenheid van Kerstwereld. Ook door zal er demonstraties zien met een mini-diesellok, waar ook kinderen een korte rit met kunnen maken. En wanneer je weer voet wilt, kan dan met de stoomtrein ook erop en eraf. Naar Zumpelveld bijvoorbeeld. Wanneer ik dan de miljoenenlijn neem, dan kan ik ook nog verwijzen naar een mini-miljoenenlijntje wat in het centrum gerealiseerd gaat worden, in de Sibeliuspassage met name. Daar ving de fietsenstalling, dat wees er vandaag al, en in diezelfde grote ruimte werd nu een mini-spoorbaan opgebouwd. En nog door kan je naar binnen kijken en je nissen en een beetje kerstsfeer opdoen, zonder dat je daardoor naar een essence en trivier hoeft te betalen. Dus komt naar Kerkgroe. Zum Schluss in de Sint-Lambertuskerk, meteen neer van de maat, er is ongetwijfeld wat dat leek, aan voor een uitgebreid cultuurprogramma, waar naar Jansenhof koeren, muziekgezelschapjes, ensembles zullen optreden, ook door kinder van nieuws herinner. En Jans aan de Schluss maken we onder een beetje muziek binnen in die tent, werend de Christmaat. Dus wat heldig deed je om naar Kerkgroe op de maat te komen, Kerstwereld, Huis van de Kerstman, Beleef Kerkrade.
zeker, die geld waard is zeker. Zal het even vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, kom bij ons vandaag voor een bezoek. En stoor dan wat lekkers in de een of andere hoek. Stoute kinderen, zegt hij, stoute knorren, zegt hij, op een zakje, zegt hij, met wat zout. Want je weet wel, zegt hij, Sint-Nicolaas, zegt hij, van uw stoute kinderen. Beste mensen, de volgende gasten aan tafel, in deze adventstafel, in deze adventstijd, zijn Jean Frier. Jean. Ga ik nog fout, hè? Jean Frier, hebben we zo goed geoefend. En Jenny Rekers. Helemaal goed. Hè? En zij zijn van, ik ga even kijken, Haven Just Be Homes. En volgens mij een onderwerp wat perfect aansluit bij deze tijd, advent, de tijd van voorbereiden, van samenkomen, van je verheugen op de kerst. En ook met gedachten aan mensen die het allemaal niet zo goed hebben. Ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Precies. Hè? Ja, kerst is een periode dat mensen heel veel bij elkaar komen, maar niet iedereen heeft dat. Ja. En daar kunnen mensen soms wel heel erg behoefte aan hebben. Ja. En vandaar dat Haven een plek is waar, waar je kan samenkomen, waar je even tot rust kan komen, waar je helemaal niks hoeft. Je hoeft er alleen maar te zijn, vandaar ook Just Be. En een Just Be Home, dat ligt hier aan de overkant, hier tegenover het Westhoes. Bij het Westhoes. Aan de Kampstraat, nummer 69, daar zijn we 4 jaar geleden begonnen met ons eerste huis. Ja, dus we zijn er al een tijdje. Ja. En mensen weten ons ook echt heel goed te vinden. Hè. We hebben echt dagelijks mensen over de vloer, soms wel 10, 15 mensen die bij ons koffie komen drinken, kopjes soep komen eten, hun hart willen luchten. En dat doen we allemaal met vrijwilligers. Ja, en hoe zijn jullie daar, Jean, hoe zijn jullie daar op gekomen? Hoe is dat idee dan gaan postvatten? Want... Zijn het schuld? Ja, kijk, zie je, heb ik er aangevoeld. Ja, dat wordt dan gezegd dat ik dat schuld ben, ja. Maar ik werk als medium. En als medium heb ik de informatie gekregen over de toekomst. En in die toekomst werd dus aangegeven dat dit een tijd zou komen waarin mensen heel hard dit nodig hadden. En, maar verschilt die tijd dan van andere tijden? Of, Zeer zeker. Ja. Deze tijd is veel serieuzer als wat wij zelf in Nederland gekend hebben de laatste jaren. Dus armoede. Armoede is groter dan alleen maar geld. Het is ook zeg maar verbinding. Hè? Het is mensen die alleen zijn, mensen die niet verzorgd worden. De zorg is achteruit gegaan. Allemaal die dingen. Dus dat is wel een groot item. En dat 5 jaar geleden hebben wij dus zeg maar Haven Just Be opgezet als stichting. En 4 jaar geleden hebben we het eerste huis gekregen. En die hebben we helemaal opgeknapt. En samen met Hemone, die ons dat toestaat, hebben we dus zoveel mogelijk aan het pand gedaan. En we hebben dus momenteel tussen 10 en 20 mensen op een dag. En soms meer. Met rolstoel, soms rollators, noem maar op. En jullie zijn vrijwilligers? Allemaal. Ja. Iedereen werkt vrijwillig. Ja. Niemand krijgt betaald. Bestuur niet, niemand niet. Nee. En je kan op elk gewenst ogenblik overdag, neem ik aan? Of is het ook... Jammer genoeg niet. Dat gaat niet omdat we niet genoeg vrijwilligers hebben. Dus kijk, we staan wel open voor... Maar die wil je wel graag hebben nog. Zeer graag. Ja, daarom hebben we ook volletjes gemaakt natuurlijk. Kijk. En daar staat dan in dat er mensen nodig zijn die ons helpen om, misschien heb je 2 uurtjes in de week tijd of een keer 1 keer in de 2 weken een halve dag tijd om je in te zetten voor een ander. Ja. En dat kan door gewoon bij ons te komen en mensen een kopje koffie te geven, met iemand een praatje te maken. Dus je hebt er geen bepaalde skills voor nodig, alleen een goed hart. Jezelf meebrengen. Jezelf, ja. En daar komen mensen... koffie drinken, een kopje soep, een praatje maken, of misschien helemaal niks. Soms helemaal niks. Mensen die echt te veel aan hun hoofd hebben, die krijgen de ruimte om zich even terug te trekken, in een hoekje te gaan zitten, een boek lezen. We zorgen altijd voor een hele fijne energie in het huis. Er is altijd wat te eten als je honger hebt. Ja. Ja. En
Het is alleen overdag. Het is niet zo dat mensen bij jullie overnachten. Of, daar gaan we wel naartoe. Dat is wel zeker de bedoeling. Dat is eigenlijk van origine zeg maar het idee. Hè. Dus mensen moeten tot 3 maanden bij ons kunnen verblijven. Ah ja. En welke reden dan ook? Ja. Heeft er wel natuurlijk mee te maken dat het mensen zijn die op dat moment even gewoon niet weten. Ja, er is een levensontwrichtende gebeurtenis in hun leven geweest. Bijvoorbeeld baan kwijt, relatie op de klippen. En zien het gewoon even niet meer zitten. En hebben even plek nodig om alles weer een beetje op een rijtje te krijgen. Ja. En dat kan bij Haven. Ja, en de toekomstmuziek voor jullie is dat je dat dan ook gewoon een wekenlang verblijf kunt hebben. Ja. Dat kan nu niet. Dat kan nu nog niet. Nee, en jullie opereren alleen nog hier in de buurt, hè? Ja, we hebben dus nu hier in de Kampstraat en we hebben een tweede huis in de Frankstraat, Muggerveld. Ja. Dat is pas geopend. Daar zijn we nog niet iedere dag. We hebben op onze website hebben wij de openingstijden staan. Dus we werken met een soort van rooster dat onze vrijwilligers er zijn. En in de Frankstraat zijn we op dit moment alleen op donderdag nog open. En we hebben ook in de Ronde Venen nog een team actief. Dus dat is bij Amsterdam in de buurt. En zij hebben daar ook een team die ook bezig zijn. Ja. En dat is ook wel heel erg leuk om te vertellen over de geven- en nemenkasten. Ja, doe dat eens. Ja, want dat heb ik wel iets van gelezen. Ja. Ja. Wat is dat? Ik kan er natuurlijk wel iets bij voorstellen, maar... De geven-nemenkast is... het ideale is een ideetje van Jenny. En dat gaat erom, dus zeg maar, hoe geef ik en hoe kan ik nemen zonder dat ik daar iets een verbinding bij heb. Dus wat wij nou hebben, is we hebben buiten een kast staan. En er komen mensen met tassen vol en die zetten de kast vol. En anderen komen het weer halen. En zo op deze manier is het ontstaan om... Ja, mensen niet in verlegenheid te brengen, maar wel de mogelijkheid te geven dat ze kunnen pakken wat ze nodig hebben. Dus je kan, zeg maar, heel bazaal kan je gewoon... Ja. Pakken rijst, pakken drinken, tube tandpasta's, maandverband. Ja. Maakt niet uit wat. Ja. Ja, want ik ken natuurlijk wel van boeken bijvoorbeeld, hè, die wijkbibliotheek. Precies, het idee is niet nieuw natuurlijk. Hè. Dus een soort mini-biepje, maar dan met huishoudelijke... Ja. En dat wordt ook goed gebruikt. Ja. We hebben 1 keer in de zoveel tijd geef ik een lezing en dan komen mensen en dan brengen ze eten en producten mee en dat gaat daarmee aan de kast. In plaats van geld. En dus... heb je dat ook al hier in Kerkrade of niet? Of, Hier in de Kampstraat, daar staat die kast. Ja. En mensen komen echt, die hebben boodschappen over in de kast. En zeker ook met de kerst dadelijk, met de kerstpakketten. Mensen hebben spullen in hun kerstpakketten. Ja, precies. Normaal gesproken gaan ze weer de container in. Kan ik een ander blij mee maken, zet het in de kast. En de mensen die het nodig hebben, mogen het eruit pakken. Wat gaan jullie doen met de kerst? Met deze donkere dagen die er komen? Nou, dan gaan we dus zeg maar ook een feestje maken. Dan hebben we passeitjes. En dat is dus op de eerste kerstdag doen we dat in de Kampstraat. Van 12 tot 3. En in de Frankstraat doen we dat op Oudjaarsdag ook van 12 tot 3. En dan? Ook pastijtjes. En daar kom je en dan krijg je lekker pastijtje, koffie, alles is. We hebben verschillende soorten pastijtjes. Dus voor mensen die allergisch zijn, hebben we ook rekening mee gehouden. Dus dat kan ook erbij. En zoeken jullie ook nog mensen daarvoor? Iedereen is welkom. Ja, iedereen is welkom. En we proberen zoveel mogelijk samen te werken. Dus, en als je het leuk vindt, dan kun je gewoon een keertje komen. Ga je gewoon een keertje meedraaien. Ja. Vind je het leuk, dan blijf je. Ja, hartstikke goed. Ja. Voor iedereen die een veilige haven zoekt. Ja. Daar zijn jullie op ingesprongen. Just be home. Ja. Alleen maar omheen te zien. Ja. Zagen van dat in het blad. Ja. Bedankt voor het schoon gesprek. Dank je. En voor nu hof ik je richting haven. Wer wie sah ich an zu lernen, mich in mir weil noch wie sagt. Nun kündigt euch die Lehre, mit es ist allen Squid. Wir haben uns zu fähigen, wenn du noch extra kriegst. Eine Lache, eine Grimme, ein Josen. So wie ich erbe, wenn ich Christmann bin. Oh, 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 ich bin Christmann. Wenn immer jeder kann, da kriegt die Josen wann. Oh, 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 oh
denn doch kriegt der Josen wann. Hat alle Geschenke, mir wie mir tragen kann. Mir hat Königchen und Heiko, mir werd auch Mörder wann. Eine Lahr ist Lied zu Drabe, eine Lahr ist der Mordjot. Eine Lahr, das ist die Mabe, wann ein Lied sein Jau und Mut. Eine Christmas, die da so elektrisch drin. Da die Klar, wenn ich Christmann will. Wenn der Meier begann, der kriegt der Josefan. Wow, 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 rückt die Christmann, denn doch kriegt der Josefan. Bin ich schon da, mit deinem Lach, von dir Weihnachten. Da ist doch ja nicht fällig, wenn ich zusammen mich rühm, ich bin bestimmt nicht jitzig, denn ich lach über. Christmas geht also wirklich drin, da ich lach, wenn ich Christmas bin. Wow, 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 rüft die Christmas, wenn der Magier bekannt, nur kriegt die Josefan. Wow, 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 wenn doch kriegt der Josefan. Oh, 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 rüft die Christmann. Wenn der Meier begann, doch kriegt der Josefan. Oh, 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 rüft die Christmann. Wenn doch kriegt der Josefan. Onze nächste jas anders is Paul Welf. Hoe gaat natuurlijk de Huub Vreus al je zien als voorzitter, vuurzitter van de dialectverein. Ik moet deze namiddag moet ik echt op de beurtje passen met al die specialisten in het Kerkhuis op plaat. Noen han voor Paul Welf. Paul, welkom. Goedendag. Natuurlijk in de Kerkhuis van Jong. Veel meer wie alleen zanger of schrijver. Hoor. Of dat zijn voor alle molen. We zijn veel meer daar wat voor denken. Ja, genau. You know, dus dan, dat maken die komende 7 minuten zo schön dan. Oeh. En wat is dat Paul meer als dat? Want dat, ja. Mensch. Mensch. Componist. Ja, ja, ik schreef wel een liedje. Ja, mijn leven niet hoor, we moeten nou denken. Een hoofd, ik toch een hoofd. Uitgever. Uitgever. Ja, en dat is toch ook wel je, dat ze al zoveel jaren zoen. Zeg maar, Limburgse uitgeverij was. Ja, we zitten over de 25 jaar. Ja. Ja, en over de 500 burgers zet ik zo. Echt waar? En kent ze zo dat dat, is dat uniek in Nederland of niet? Of je dat ook in andere provincie? Je hebt verschillende regionale uitgeverijen, met name in Friesland, dat je het er zeer een paar. Ja. In Brabant had ze eng. En in de Achterhoek had ze er ook een paar. Ja. En Limburg best wel eng. Dat kan me ook niet zo heel zeggen, maar we zijn het je een paar klengeren die een paar uitgaves per jaar doen. Ja, ze zijn met dingen partneren inderdaad, met Louis. Sowieso, Louis Oliveira is mijn man. En die is er nog van oorsprong Braziliaan en houdt zich dan heel bezig met een Limburgse uitgeverij. Nee, ja, kijk, de Louis houdt zich niet bezig met een Limburgse uitgeverij. Hij houdt zich bezig met name de financiële dingen van de vormgeving die hij foto's verzorgt, de omslag maken. Ja. Maar zeg maar, of dat nu in het Hollands, in het Plat of in het Engels of in het Braziliaans is, dat maakt hem nu zo. Ja, en nu, het boog. Want de boog is in het Hollands. Je schrijft in het Plat en het Hollands. En als ding
opeenvolgende Hollandse burgerlijke dorp. Nog niet allemaal, want er zijn er een paar die hannig gaan niet meer. Wat? Die hassen niet meer? Nee, die hannig niet meer. Dus, Hollandse? Hollandse, ja. De droom van de minnezanger en snoepvrouwtje, die zijn er niet bij. Dus. Die zijn van de verschonden? Die zijn ramwoed, ramoesverkoop. Hassen ze wel nog helemaal nog zang daar? Ja, ik geloof het wel, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar dit is nog niet zo lang geleden uitgekomen? Nee, dat is vanaf, wat houden we, 5 november geloof ik. Ja. Alles begint met een A. Dat had fijn toch? Wat voor zin waar men de kreis ziet natuurlijk. En ja, dan is dit natuurlijk ook schön waarom van onder Weihnachtsboom gaan. Ik ga er al van dat dictionaire zaad. En wat heet het daarvan? Wat begint met een A? Alles? Nee, dat is niet waar. Met name muziek vindt aan met een A. Ja. Met name klassieke muziek. Mensen, orkest, sastor, symfonieorkest. En dan kunnen de mensen en hun stemmen. En hun stemmen, dat is alles op basis van de grondtoon A. Ja. En dus het gaat over klassieke muziek, het gaat over een operazanger. En een kerkgeurtser die operazanger werd, in orkestzing opleiding kreeg, door je het metmaat dat hem 30 jaar speler opbreekt en zijn succesvolle carrière kapot maakt. Wat er je nou passeert is, dat werd pas anders loest. Ja, dat je fijn het vrij even. Nee, maar dus denk spoilers. Het vindt aan met een overture en het eindigt met een finale. Het is opgebouwd wie een opera. Dus en in ieder hoofdstuk is er min of meer een opera beschrijven. Dus dat speelt een rol. Hè. De muziek ervan speelt een rol erbij. Ja, ja. En daarna speelt de muziek van de Gustav Mahler, de Gustav. De enige jeng opera's had je maar, denk ik, of wat? Ja, jeng opera's geschreven. Nee. Maar die speelt toch een... Ja, want je bent een goede liefhebber van Mahler, of niet? Ik ben een goede liefhebber van opera en van Mahler. En van Mahler, ja. Nou ja, dan had toch Mahler wel... Waar kun je dat niet zo je leren? Wat? Dat kent toch niet? De jawale. Alles begint met een A, behalve van Bach natuurlijk, dat is met een B, hoor. Ja, maar dat had de tweede lettering. Ja, ja, ja. Hey, en dat is... En dat bleed over acht. Ja. Het is complete fictie, hoor. Het is 90% fictie. En zo wie in ieder boek, ik denk niet dat het een schrijver hier die niet van zichzelf in een geschiedenis duidt. En dat terug te zoeken. Dus er zit van alles in. Het heintje kunt revue. Echt waar? Alle plaatsen waar dat te zingt, de Maastricht, Baden-Baden, Buenos Aires, Hamburg, Ochem met name. Ja. Dus dat kunt allemaal revue. En dat is geen fictie. En de theateren door, die heb ik ook allemaal gezien en met je maat. Dus dat is richtig. Ik moet het nog lezen, dus dat kun je nog toe doen met... Ja, ik ben benieuwd naar die recensie. Wat? Ja, die zal ze wel krijgen dan. En nog even, zum Schluss natuurlijk, er is ook echt wel bekend over die hart voor het kerkhuis. En voor het kerkhuisspoor, maar ook voor het dialectspoor in het algemeen. Dat niet verloren darf, Jan. En daar liet ze zich immer... Oesgesproken, is dat een plaatwoord? Dat weet ik niet, maar dat liet zich oesgesproken over oes. We hadden maat voor die hats. Oh jee, wat is er van dat maat? Nee, klopt hoor, of niet? Wat maak ik van die hats? Geen moordkuil, hoor ik zeggen, maar dat is toch zo. Nee, dat is zo. Ik vind dat de enigste plaats wordt het plat en fatsoenlijke plaats in de politiek en in het maatschappelijk leven krijgt. Dat is een kerk hoor. Ja. Ik bedoel, Boezekerk gepasseerd, bouw niks. Er zijn natuurlijk wel vereinen die zich daarmee beschäftigen. Maar bijvoorbeeld een overheid die liet het Jans afwissen. Dat is, zowel kan ik daar huur een stuk over je zien. Dat is de Limburgse DPT die aan het klaren is van de Hollander dit niks. En de Hollander zagen van ja, maar er krijgt al zoveel. Zo schuist het niet op. Nee, daarom, het schuist niet op. En ik ga... Hoeveel jaar heb ik mich in de provinciale politiek proberen te mischen? En daar had ik de tijd van vol. Dus dat ze maar hellen, dat ze maar doen. Ja, ja, jeet. Maar voor het kerkruid zetten ze mich voor de volle 100%. Voor kerkruid is het zo vrij. Voor de volle 100%. En kerkruid jeet plat.
Kerk gaat absoluut plaats. In september warm of niet? In september gaat het warm plaats. Ja, natuurlijk nog even, maar het is natuurlijk wel een geweldig evenement. Ja, dat hoop ik dan wel. Kijk, voor het laatste hebben we door Jans digitaal, zeg maar. Ja. Voor het, wat zo begrijp je, hij alles opgenomen. En via de lokaal televisies uitgezonden. Maar nu je het warm de stad in en de wirtschaft en normaal op. En dan hoop ik dat de lui, waarom gaat het zoveel komen wie ze dat je bent, wie dat wil dat je bent worden. Dat hoop ik ook. En nou ja, van vroeger nog op alles wat stoel hij nogmaals, op keer ga je het plaat en dat het de grootje heet en dan loop je zo. Kunt je het. En vooral we zijn gesprek, dank. Met de Christmas. Wie dat keer natuurlijk ook nog. Evenementenkalender. En de evenementenkalender die is zeker aan de mond december ramvol, om het zo maar te zeggen. En dan heet het zelfs niet beleef kerkraden, maar beleef winters kerkraden. En waar kan er al nu hennen niet ziet? Nou, ik ga het eens opnemen. 10 tot en met 24 december, Christmas, ik kerk in het centrum en ook natuurlijk in de Vierdelen. Dat zijn de december muziek in de tuin. Muziek in de jaard met O Denneboom in de botanische jaard. Dat 10 december zoetzuur, 2300 uur in de Music Dome. Dat 10 december tot en met de 8 januari Kerstexpress, ZLM, station Kerkrade Centrum. 11 december koopzondag, Kerst, Christmas. Dat 11 december ook het Christconcert van de Harmonie Sint-Joep van Calhei in het Flexiforum. Dat 11 december. Christconcert van het Chevremonds Mannenkoor 1912 in Parkstad Limburg Theater Skirchhorn. De 11 december speelt Roda tegen Heracles Almelo om 14:30. De 11 december Egelser Christmas, het is avonds om 7 uur in de parochiekerk van Egelser. De 16 december speelt Roda tegen Pek Zwolle. De 16 december Deviate in de Music Dome in Hoofdrecht, dat je het uitspreekt. De 18 december koopzondag weer in de namiddag. Tot 20 bis de 23 december Christmas Dreumen door Jacques Vinders en Clara Zoerbier, ook van Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Tot 20 december een gratis Christconcert van Guido's Orchestra in het Flexiforum. Tot 22 december. Ik ken er nog een Christ-diner in het Chevy met Hoes. De 28 december en dan zijn verbouw aan de Schluss van 2022. Winterspas, de Janse daar in de Rode Hal. En dat, Leeflu, is nog niet eens een compleet overzicht. Want daarvoor verwijs u hier naar de website beleefkerkrade.nl. En wanneer er nog evenementen hadden, dat zal ik zeker over de komende monden in 2023. Meld ze ruig bij ons aan en dan werden ze extra genoemd in de uitzending. Veel plezier met al die evenementen in de december. Vast onderdeel van elke uitzending van Beleef Kerkrade Televisie is natuurlijk VIE, het vitaliteitsprogramma. En bij mij aanschuiven aan de dus is Ilse van Burg. En Ilse was ons de gast vanuit de bibliotheek van Smiegwiever in het zwembad wonen en zo. Ja, die uitzending. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oh ja, we moeten wel natuurlijk wel niet anders praten. Hè. Dat, ja, maar, ik kan het wel verstaan, nee, maar je moet goed, mij niet vragen. Nee, maar goed, daar gaan we schakelen over in het Nederlands. Je bent directeur van de bibliotheek. Ja. En je komt ons wat vertellen over een nieuw programma helemaal in het begin van het jaar. Ja, want de vorige keer hebben we verteld, we gaan met concrete plannen komen. Precies. En nu is het zover. Iets heel concreet. Ja, 17, 18 en 19 januari hebben we een vitaliteitsdriedaagse in de Hub. Nou, wat moet je je voorstellen? Ja, wat dinsdag gaan we doen? En donderdag kun je allerlei workshops en lezingen en presentaties volgen die over gezondheid gaan. De DELA,
over naderend afscheid en hoe moet je dat eigenlijk goed doen. Maar ook Indiase hoofdmassage, bijvoorbeeld. Over vrouwen een workshop in de overgang. Nou, wat voor klachten krijg je daar dan af en toe bij? Nou, daar kan je je vast misschien ook wel iets bij voorstellen. Ja. Ik wel. Maar zo hebben we 3 dagen in het teken van gezondheid. En je kunt je helemaal onderdompelen in allerlei presentaties. En op de woensdag, de 18e, hebben we een markt waar heel veel partijen zich presenteren. Dan kun je gewoon binnenlopen en dan krijg je alle informatie die je nodig hebt. Nou, ik kan op zo'n waar het over gaat. Nou, zal ik eens even kijken. Ja, doe maar. Bijvoorbeeld, Burgerkracht komt er. Healthy Life met de Move Factory. De Rabobank gaat vertellen over veilig internetten. Dat is ook heel belangrijk. Zeker. Het Toon Hermanshuis. De troostdekens die je daarbij, ja, daar kun je mee kennis maken. Natuurlijk een stukje rouwverwerking. Wat is dat? Weet je dat nog niet? Troostdekens. Nou, dat zijn dekens. Of moeten gewoon komen, maar. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, ik moet het misschien niet vertellen. Okay. Misschien moet je gewoon komen. Ja. De GGD komt over Kijkgezond Kerkraden. Maar ook VIE staat er zelf. Impuls komt er, de Alzheimervereniging. En Discovery, weet je nog? Dat vorige keer ook Discovery aan tafel zat. Nou, die komen en die nemen boxen mee. Waarbij ze waarbij je kan spelen met je kind. Maar dat is een makkelijke taal geschreven, zodat je precies snapt wat erin zit en hoe je daarmee moet spelen. Nou, ook Discovery staat er en kan daar uitleg over geven. Dus je, ik zou bijna zeggen, we zijn nog steeds partners aan het zoeken om het nog steeds meer uit te breiden, maar het wordt een hele volle bak. En 5 januari komt de krant uit, waar alles in staat. Gewoon de Via, inlegvel, openen, kan je alles lezen. Nou ja. Dat moet toch drukke dagen worden, hoop ik dan. Ja, maar we verheugen ons daar heel erg op. Ja. Want als je plannen hebt met elkaar, je denkt, wat kunnen we gaan doen? Toen rolde dit eruit en het past heel erg goed bij het programma van VIE. Dus we zeiden, dat gaan we bij de kop pakken. Dus we zijn heel druk bezig met voorbereidingen. Ja, en het is gratis toegankelijk. Ja, aan, natuurlijk. Je kan er gewoon naartoe, je kan van alles gebruik maken. Ja. We merkten gisteren al, hè? Of wanneer, nee, dat was, even kijken hoor. Eind november was dat, dat Sinterklaas, nou hoe druk het was in de hub. Zoiets willen we natuurlijk weer. Dus ik hoop van 16, 17 en 18 januari. Dat doet de naam van de hub wel alle eer aan nu, hè? Ja. Als je het hebt over verbinding. En, de hub is een verbindingsplek en we merken steeds meer dat iedereen het weet te vinden. En hoe mooi is dat als het een gebouw is dat van iedereen is. Ja. En zo anders dan alleen maar bibliotheek, hè, waar je een boek leent. Ja. Ja, en naar huis gaat en dan weer na een week terugbrengt of zo. Nou, het gekke is, iedereen denkt dat een bibliotheek, dat je alle kennis en informatie haalt uit een boek. Ja. Maar de kennis en de informatie kan je ook van elkaar leren. Ja. En hoe mooi is het als je elkaar tegenkomt en je hebt het over bepaalde onderwerpen. Of het nou de lastige onderwerpen zijn, zoals de dood of de overgang. Maar ook als je net moeder bent en je denkt, moet ik nou wel of geen borstvoeding geven? En hoe doe ik dat? Of hoe combineer ik het nou, hè, met de slapeloze nachten en weer aan het werk? Hoe fijn is het als je met elkaar dat kan bespreken? Ja. Dus ja, wij zijn heel erg blij dat we die 3-daagse kunnen en mogen organiseren. Dus ik hoop dat het heel druk wordt. Ja, vast wel. En daarna, weet je nog, ik kan nog. Zijn er nog toekomstplannen? Ja, we hebben heel veel plannen. We willen door het jaar heen heel veel lezingen en presentaties gaan geven. Niet zelf, maar met de huisartsen, de tandartsen, de fysiotherapeuten. Dus dat heel veel mensen ook hun kennis kunnen delen met ons, zodat je niet naar de huisarts hoeft om iets te vragen, maar dat hij zelf uitleg een keer op een avond komt geven. Ja. Dat is natuurlijk ook handig. En we hebben een heleboel thema's hebben we toevallig vanmorgen besproken. Van hoe zorg je nou dat je met vitaliteit ook in het onderwijs iets gaat doen? Ja. Of hoe zorg je nou dat je met kunst en cultuur, wat we natuurlijk ook in de hub hebben, dat we daar met gezondheid iets mee leg je die link? Doen. Hoe leg je die link? Ja, en dat vind ik wel een belangrijke, want gezondheid staat niet op zich. Maar we hebben allemaal met gezondheid te maken. Ja. Of je nou lekker in je vel zit, hè? Ja, en dat is ook een manier om natuurlijk weer dichter bij mensen te brengen, als je die link legt. Ja. Ja, want de een vindt het heel erg leuk om met de kunst en cultuur te komen. Precies. En die zegt, ik ga naar een voorstelling. Ja.
Maar die voorstelling stemt tot nadenken. Ja. En dan heb je het erover. Ja. En de ander zegt, nee, ik ga veel liever naar een... Oh, en we hebben ook nog een leuk idee. Dat proberen we ergens in november volgend jaar. Dat is nog een heel eind weg. Lijkt het ons zo mooi om iets met gezond koken. Met koken uit werelddelen. En de week van de, van de kookboeken. He, dus ja, je hebt de kookboekenweek. Om dat aan elkaar te verknopen. En dan te kijken, hoe kunnen we nou met elkaar... ook die slag maken dat we gezond, maar ook heel lekker. Ja, en we hebben ook... En niet te duur, hè? Niet te duur. En we hebben best veel Limburgse kookboeken, schrijvers ook. Ja, precies. Dus dat is, hoe mooi is het om dat aan elkaar te verknopen? Ja, precies. Dus dat, daar hebben we nog wel een mooi idee. Dus. Nou, hartstikke mooi. We komen allemaal in januari. Ja, zeker. Helemaal welkom. Ja. Wij staan er. Dank je voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Ik ben Ron van den Einde en dit is mijn zoon Noah. En ja, onze binding met Kerkrade is dat wij uit Kerkrade komen. Recreëren in Kerkrade is leuk omdat het heel erg veelzijdig is. En er is voor elke leeftijd wel wat te beleven. Zoals hier bij het Gaia-park is nu de toren nieuw gebouwd. Nou, het is heel erg leuk als inwoner van Kerkrade. Als je weet dat de toren bijna op het middelpunt van Kerkrade gebouwd is. Wat vind je nou zo leuk in de toren? Ja, gewoon, hij is super hoog. Dan heb je een heel mooi uitzicht over heel Kerkrade. En dan kun je zien, oh, daar is het voetbalstadion. Oh, daar is de markt. Daar is een leuk cafeetje. Noem maar op. Ja, ga er lekker op uit. Ga het ontdekken. Ga naar de verschillende recreatiemogelijkheden in de gemeente. Er is voor iedereen wel wat te beleven, voor jong en oud. Ook heel erg afwisselend. Hè? Of je nou natuur bezoekt, hè? Of de dieren hier in het Gaia-park. Of het Industrion, waar je met techniek bezig kunt zijn of iets kunt leren over het mijnverleden van de gemeente Kerkrade en de regio. Ga het ontdekken. Het is heel erg veelzijdig en elke keer weer vernieuwend. We staan in de grootste zaal, Ron. Ja. Althans, het deel met de bühne. Met de bühne, ja. Dat is de grote bühne van ons. Ja. Want, afgelopen weekend hebben we de carnavalsvereniging gehad voor de VVKW. Met carnaval voor Overing. Daarna, zondag, hebben we nog de Christmaat gehad in de grote zaal. Ja. Dat wordt ook goed bezorgd. En nu komen we, gisteren, hebben we Pinkelisjes in huis. Dus die hebben er nog in een vol bezette zaal. Daar werd het wel goed groot voor gebruikt. Ja, dus aan bezetting had ze de enige niet over te klagen. Nee, de aanval eigenlijk niet over te klagen. We hadden nog de verenigingen hoe zitten. Ja. Zoals de Frozen, de goede toneelvereniging voor ons. Daar had hij zijn voorstellingen. Ja. Twee weekenden achter elkaar. Ja. Dan hadden we nog dansscholen hij zitten. Die had hij ook een danstoernooi. Eén keer in het jaar. Dat is gans goed. Dat zijn 500 man hij. In het Het is echt een geweldige zaal. Hoor. Het is echt een professionele bühne. Ja, is het ook. Ja, kent ze alles, Het is niet alleen de bühne zelf, want er hingen ook nog grimkamers liggen op de bühne. Dus de lui kunnen zich daar schminken. Oh nog? We hadden een wc liggen daar. Dan hoeven de lui net van de bühne af, van een wc te gaan. Dus ze kunnen eigenlijk alles gebruik maken. We hebben nog een grote opslag, hoe we nog van alles kunnen gebouwd worden. Ja, dat is enig al het theatertje op zich. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dan zo moet ze het eigenlijk zien aan de grote zaal. Oké, schat. Ja. Ja, zeker. Ja, we zitten in de hal, zou je kunnen zeggen, we zien het hier, maar we zien het ook met z'n heren zien voor dat het een kerk is geweest. Ja, klopt. We zien de glazen lood, wat prachtig behouden is gebleven. Dat klopt allemaal. Ja. Je kent zo, ja, je ziet echt de contouren van de kerk, ook als ze naar de grote gang gaan, de trap eraf kijkt, je ziet eigenlijk alle contouren van de kerk nog. Ja. Je had ze schön behouden eigenlijk. Ja. Als we dadelijk weer af gaan, kennen we ongeduld de gang, dan, dan ziet ze het eigenlijk nog schöner. Wat ze eigenlijk van de kerk achtergelaten hebben. Er zijn nog oude ingangen ook nog, die behouden zijn. Ja. Dus met oude deuren nog, die vroeger de pastoor nog gebruikt had. Ja, sommige deuren zijn vervangen worden door nieuwe. Dat moest omdat er nooduitgangen moesten komen. Uiteraard, ja. En ja, dat is eigenlijk een beetje de oesgang van de grote zaal. En zo kunnen we dadelijk eraf lopen van de multifunctionele ruimtes wat voor ongaan liggen. Waar van alles gedaan werd. Ja. Dus we kunnen nu langzaam de trap af. Ja, dat is goed. Je kijken. Nee. Hartstikke goed. Oké, we komen in de hal in de Iank
van het Westhoes. Dat klopt, ja. En enig op een heel centraal punt, want ze zo links rechts kijkt. Ja, als ze rechts kijkt, gaan voor het Joodse zomer liggen. Ja. Dan kunnen we daar eens even rijden over. Dat is eigenlijk de centrale bar van ons. Ja. Daar komen ook de verenigingen overdag, die doen de kaarten, koffie drinken. Mensen van buiten af, die komen daar een kopje koffie drinken. Zo'n terras is ook voor een terras in de zomer. In de zomer erbij gekregen. Ja. Dan ze aangelag. Het is alleen nog een beetje in de winter. Ja, we willen kijken of we er nog een wand in krijgen, dat de wing tegen kan houden. Hij tegenover Hanver eigenlijk de Noorderstof liggen. Of beter gezegd, de buurtkamer. Ja. De buurtkamer is een beetje ontstaan door de mensen uit de buurt. Die hebben dat zelf gecreëerd. Je kunt ze doen toch ook workshops geven, kooklessen. Ja. Veel maken er ook gebruik van. Veel mensen die vergaderen willen, die vinden dat een huiselijke kamer. Ja, en die precies. Vinden dat gewoon geweldig om door te zetten. Zoals je nu ziet, hebben we door de krachtenbundeling zitten. Het zijn mensen van grote partijen, zoals Mondriaan, Novizorg, Radar, Impuls. Mondriaan zit er ook nog bij. Die doen dan alles overleggen met de mensen van wat ze in de wijken kunnen doen. Ja, precies. Die hun trekken de wijken in en brengen in de praktijk wat zij... Ja, bij elkaar doen en af doen spreken. Ja. Als je hier verder kijkt, hebben we de Anje de Eeg liggen. Dat noemen we eigenlijk de wijkkamer. Daar zit dan het wijkteam van het Westhoes. Dat zijn de zorgers, die gaan dan naar de wijken in voor mensen te helpen met de problemen. Ja. Dat kunt dan ook het wijkteam. Ja. Dan kennen we dadelijk onder een multifunctionele ruimte liggen. Maar dat staat dadelijk even kieken. Hier. Kunnen we dan eens even handen open. Maar niet eens even naar het Joodse Summer rijden. Ja. Dan kunnen we dan zien wat daar allemaal te doen is. Ja, het Joodse Summer zijn voor de centrale wirtschaft van het Westhoes. Een wichtige plek, denk ik. Waar je hebt veel vertier is, hingen mee. Ze zijn kaart, ze zijn televisie kijken, WK's natuurlijk. Het is echt waar ze samenkomen. Ja, dat is ook gij. Naar de repetities. Naar de repetities komen ze gij drinken aan de bar. Lu kan overdag ook gij gewoon naar binnen lopen, een kopje koffie drinken. Ja. Het werd voor een reductieprijs aangeboden van 1 euro. Is het nog allemaal op, hè? Hij is allemaal op. We zijn elke dag open. Ja. Van het smorgens 7:30 tot 12:00 voor. Oh. Dus ze kennen Lu allemaal terecht hier. Ze kennen zich ook het 7:00 in komen drinken aan de bar. Dat is overdag dan een kop koffie inlopen. Vrijdags hebben we kom op de soepie. Dat is voor de mensen allemaal uit de wijk. Die komen dan hier een kopje soep eten. En dan kunnen ze een beetje socialiseren hier met andere mensen. Ja, dat is eigenlijk een beetje het Joodsummer. Jeroen, we zijn echt nu wel op een hele speciale plek aangekomen. Niet alleen is dit de bibliotheek. Nee, klopt. De dit Biep. Is de Biep. Dat is het verhaal. Maar ook dat is verhaal. Ja. Ik word echt mijn voorbeeld op Mongo. Ik denk, het is een zes. Met pluimpje, maar ze is ook met kugel, met kugeltjes. En, op 10 meter. Ja. De pluim is op 5 meter. Ja. Daar hadden toch de toffertjes veel verder gezet. Ja. Nu is 5 meter. Op woensdag en vrijdagavond zitten ze met de kugels op 10 meter. Dit is alleen de Biep en de Schisverein. We hadden ook de vergaderruimte. Ja. Dan kunnen ze hier in de wiemer hangen. Je kunt de scherm uit de moer. Ja. Dan. En dan kunnen ze dan een 30 lu zetten voor in de vergadering. Maar weet niet zo dat je het ziet vergaderen en je chance. Nee, dat zou niet goed zien hoor. Gelukkig. Nou, dat zou niet goed zien. Nee, dat is allemaal goed ingepland. Ja. Dus de Biep zit dan op zijn tijd. Zoals de Schisverein had zijn eigen tijd hier. Ja. Ja. En de vergadering zelf ook. Hij werd ook gekind in deze zaal. Gekind? Dus Han Verhoornhoog, dat is allemaal functioneel, multifunctioneel van het Westhoes. Nou ja, want het woord multifunctioneel is hij bouwoesje vangen, denk ik. Hoor. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want door Han Verhoornhoog eigenlijk meerdere ruimtes. Er zijn alleen maar deze nu, maar er zitten nog meerdere die multifunctioneel zijn in het Westhoes. Ja, voor we gaan in de Biep, verzorgen toch al je het oude heren sissen. Wat zijn we voor doen? Nu zijn we voor de jongerencentrum eigenlijk van het Westhoes. Ja. Het werd niet alleen maar voor oud gedaan, maar ook voor jong. Uiteraard. Ja, hij zit dan eigenlijk Impuls met een jongerenwerker. Die zit hij 4 dagen de week. Die doet jongeren uitnodigen voor een kidsclub, huiswerkbegeleiding. Aha. Dat doet hij allebei. Ze doen ook uitstapjes met de kinger. Dus niet alleen door Joeks, ook voor...
Ook serieus werk. Serieus werk. Het is niet alleen maar joeksen en het is alleen maar knutselen of weet ik wat. Nee. Maar we hadden ook serieus gedaan eigenlijk. Ja, ja, ja. En met de kinderen met ze denken, of voor elders te ontlasten, dat ze helemaal geen huiswerk kunnen maken. Want dan kunnen ze hier heen komen doen. Oh, ja. En daar gaan voor jongerenwerkers zetten. Ja. Het is overdag van ongeveer tot 7 uur 's avonds is het geopend, 4 dagen in de week. Ja, en dat doen zij allemaal. Ze kunnen ook televisie kijken zo wel eens samen, of ze doen een spelletje samen op de computer. Ja. En ja, dus iets, een kikkerapparaat, hij gaat in de grote douche waar de kinderen ook gaan kunnen zetten. Ja, en daar doen ze eigenlijk knutselen met z'n allen. Ze hadden nog geen regels opgezet, zei ik. Ja, ja, precies. Dus dan op wat ze net maken en zo. Niet vechten ze in die vrijhoes. Ja, ook. Respect aan voor de lui. Dus dat zijn eigenlijk wat de kinderen wel een beetje allemaal gaan leren. Ja. De laatste meis. De laatste meis. Dat was de laatste foto aan de hand van je maat. Wie de laatste meis eigenlijk was in het Westhoes. Die had ik van de buurbewoner gekregen, dat had hij ook gemaakt. Ja, ik ga ze laten uitvergroten om te laten zien dat het de kerk was. En hoe het Westhoes. Ja, dus is ook aan de pilaren van de kerk. Die kan ze ook heel druk zien dadelijk, hij boven erin. Maar hij hing er, gaan vanochtend 2 ruimtes liggen. Die werden eigen gehuurd door Gradaar. Die hebben die zijn dagbesteding. Jullie die werken ook midden in het Westhoes. En dat, vooral in de morgen. Dat ze in ieder geval op gang komen. En 's middags doen ze dan knutselen met de groep. En zo hadden jullie dat ook zijn dagbesteding. Ja. Ja, en dat is wel zo. We kunnen ook eens even in de ruimte gaan kijken misschien, dat het weer eruit ziet. Ja. Ja, maar het is schön dat ze hij ziet wat het geweer is. Ja. Dus, en wat het je woede is. Nee, dat is ook zo. Want kijk, als hij de vloer ziet, wat hij ziet, die ziet ze op de gang tot terugkomen. Ja. Dus dat vangt ze eigenlijk allemaal terug. Dat vangt nu schön aan het Westhoes, dat ze toch nog ziet dat de contouren van de kerk er nog zijn. Ja. Schön. Ja, laatste delen van de rondleiding door het Westhoes spelt zich af. Wel met een goede zaal, daar zit de kerstboom, maar er zit toch Hingermich, de speeltuin en het Westpark. Dus enige, het laatste deel is Boezen. Ja, klopt. Stemt. Ja. Het Westhoes, vooral niet alleen maar het Westhoes, vooral nog een grote speeltuin erbij. Ja. Want er speelt een overgenomen in 2019. Want ze is er eigenaar weggegaan en na 25 jaar. Ze moesten net voor een nieuwe beheerder te zoeken eigenlijk. En dan vuur als Westhoes gezegd, weet je wat, we pakken ons er speeltuin erbij. Het is een ontzettend combinatie als er straks de grote zaal is huren. En en dan is kinger weinig. Ja, wat zagen vier daar? Ups, Duitse man er speeltuin. Want hij huurt er ook bij. En het uitzicht is natuurlijk prachtig. Als je ziet wie het park hij is gemaakt worden. Ja. Ze hadden er wel 234 woningen van moeten slopen. Maar dus ze hadden een heel groot park erbij gekregen. De woningen zijn allemaal gerenoveerd. Ze zijn allemaal energierijke woningen geworden. Dus nieuwe daken, zonnepanelen erop, geïsoleerd. Achter hebben ze nog een paar woningen erbij gebouwd. Het zijn eigen patio's. Er zijn 24 woningen doorheen wonen bijgebouwd. En er is er stop terechtgekomen. Dus ze kunnen nog niet meer weer bouwen. Dit bleef ook zo. En het uitzicht bleek ook zo. Dat is gewoon het prachtige van het Westhoes, dat hij zo'n mooi uitzicht had. Ja. Ja, best kan ze even dit vingen. We hadden nog een schön voetbalveld erbij. Daar worden kinderen ook gaan volgen, plezier aan. Hij is voor jong en oud, dwars door de samenleving hen, je ze doen. Ummer. Jong en oud bij kregen. Dat is toch eigenlijk, dat staat dus van het Westhoes. De lui allemaal bij kregen, of het nu jong of oud is. Ja. Laat ze maar bij komen. Goed, bedankt voor de schön rondleiding. Voor het genoten van het Westhoes, genoten van ding. Gastvrijheid, want je ziet wat hij mogelijk is. En dat, dames en heren, dat was ook de 17e uitzending van Beleef Kerkraad Televisie. Van nu is het Westhuis. We hadden een gemütelijke en ook leerzame nommerdag gehad. En zo weer alle nu heen, jullie vuren ze ook nu storten in de festdag, in de christdag. En ik wens ook echt geweldige schön Weihnachten. Heem aan de kerstboom en een jouwe roets in 2023. En voorzien dus waarom live, zeg maar, in de februari pas, dan is het bouwen vastelovend, maar in de kerstvakantie, dan ziet u op RTV Parkstad en bij Beleef Kerkraad Televisie en zo wie van dat nummer een carousel met de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Want het jaar is waarom. Lieve dames en heren, ik wens u veel geluks en gezondheid voor 2023.
23 en we zien dus hier alle nu weer terug op de 5 februari. Bis dan, houd je goed!